Dat het in een team gewoon loopt, dat vind ik voornamelijk gewoon heel belangrijk. We zijn als team best wel gegroeid nu al. Nee, ik zie er absoluut niet tegenop. Ik vind het een enorme uitdaging. En dat er waarschijnlijk ook best wel verborgen talenten naar voren kunnen komen. Je moet met het team dingen gaan oplossen. We zijn heel enthousiast, zijn we. We hebben er zin in. Wel echt een proces wat op gang is gekomen. We willen gewoon graag aan de slag. Dat de zorg goed geregeld is, dat mensen op tijd komen, dat mensen van ons aan kunnen. Ik sta te popelen om te beginnen, dus actie! De transitie naar zelfsturende teams gaat er heel erg over dat we proberen kleinschalige, wijkgerichte thuiszorgteams in de markt te zetten. Zorgstroom had al jaren kleinschalige teams en ook in de wijk. Alleen nu willen we heel graag de stap naar zelfsturing maken. In het verleden was het een team wat door een manager aangestuurd werd. En nu gaan we heel erg naartoe dat de teams zelf hun eigen weg daarin mogen vinden. Met een aantal kaders mogen ze zelf in de wijk de zorg zo goed mogelijk organiseren. Als team leer je elkaar gewoon veel beter kennen. En samenwerken is gewoon heel erg belangrijk. Dat je kortere lijnen hebt. Vragen die klanten hebben, die worden in verhouding zeg maar, sneller opgelost of een duidelijker antwoord opgegeven. En klanten ervaren dat echt als prettig. Zorgstroom kiest heel bewust voor zelfsturing. En daar proberen we een aantal doelen mee te bereiken. Enerzijds denken we dat er steeds meer behoefte is bij klanten aan maatwerk. Maatwerk leveren gaat het beste als je ook dicht bij de klant dingen kunt regelen in plaats van vanuit een centraal kantoor. Dus dat is één. Anderzijds is het van belang om een interessante werkgever te zijn. Wij denken dat zelfsturing uiteindelijk tot een stuk grotere toename van medewerktevredenheid gaat leiden. En we uiteindelijk ook makkelijker in de toekomst medewerkers aan ons kunnen binden. Met het leveren van maatwerk denken we ook de klanttevredenheid nog verder te kunnen verbeteren. Verder denken we dat het nodig is om lokaal, dicht bij de burger, bij de klant, de zorg te organiseren. Dat is wat de overheid ook van ons verwacht. Niet het belangrijkste, maar zeker ook een reden die meespeelt, is de financiën. De budgetten in de zorg worden steeds meer gekort. Dus we moeten als Zorgstroom proberen de zorg zo kosteneffectief mogelijk te organiseren. Nou, wij denken met zelfsturing dat we daarin ook nog een slag kunnen maken. Zoveel mogelijk van het budget daadwerkelijk besteden aan de zorg en niet aan overhead of allerlei andere zaken. Ook dat is iets wat we met zelfsturing proberen te bereiken. Het is oktober 2014. We zijn halverwege de transitie op dit moment. We hebben op dit moment 19 teams zelfsturend van de 35. En ik denk dat we heel trots mogen zijn op wat we tot nu toe bereikt hebben. Ik vind dat heel erg leuk. Je moet echt een beetje zien als je eigen bedrijfje wat je gezond moet zien te houden. En we zitten met ons kantoor nu in de wijk, gewoon tussen de klanten. En dat was voorheen niet. Het is een transitie in de thuiszorg. Dus we gaan in de thuiszorg naar zelfsturende wijkteams. Maar eigenlijk raakt het de hele organisatie. Willen we succesvol die teams ondersteunen in hun zorglevering in de wijk, ja, dan zullen we als hele zorgstroomorganisatie daarin mee moeten bewegen. Vooral de ondersteunende diensten, HRM, financiën, ICT, alle afdelingen die nodig zijn om die teams goed te ondersteunen, ja, die zullen ook mee moeten in die verandering. Dat vraagt van hun een cultuurverandering, een iets andere manier van handelen. Dan gaat het heel erg over servicegerichtheid. Alles in het werk stellen om die teams zo goed mogelijk hun werk in de wijk te laten doen. Nou, wat mij betreft is het enthousiasme er nog steeds. Het werk is eigenlijk veel uitdagender geworden, doordat je echt meer betrokken raakt, eigenlijk ook in de zaken zeg maar, rondom de zorg. De klanten zijn gewoon heel erg tevreden, zien gewoon veel dezelfde gezichten. En dat is het positieve eraan. Hele fijne dames. En ik kan er goed mee overweg. Daarnaast ben ik ook hier vandaan, van Middelburg. En dus ik ken er ook verschillende Middelburgers. En ja, dat gaat prima. We hebben een servicepunt in het leven geroepen. Dat is een centrale afdeling die eigenlijk twee taken heeft. Enerzijds is het de vragenbaak voor ieder zelfsturend team. Dus wat voor vragen het ook betreft, die kunnen ze bij dat servicepunt neerleggen. En anderzijds is het een afdeling die allerlei diensten levert aan een zelfsturend team. Dus het team kan zelf kiezen, gaan we een aantal dingen zelf doen of beleggen we dat bij dat servicepunt. Dat is een belangrijke vraagbaak voor een team.
Daarnaast heeft ieder team een coach. En die coach begeleidt het team eigenlijk in de teamontwikkeling en allerlei vraagstukken die zij bij zelfsturing tegenkomen. Een aantal taken waar we dus nu mee bezig zijn, kan je echt denken aan personeelsplanning, klantenplanning, ziekmeldingen, HRM-zaken, communicatie bijvoorbeeld. Medicijnen brengen, douchen, helpen douchen en al die dingen meer. Als ik er behoefte aan heb, dan zijn ze er. De eigenaarschap van hoe je het als team doet, ligt echt in het team. Dus het komt erop aan hoe je als team samenwerkt, hoe je je schouders eronder zet, hoe je enthousiast bent om dingen te regelen. En dat is echt een grote verandering ten opzichte van hiervoor. Ik ben onlangs bij een team geweest, dat is een van de eerste teams die gestart zijn met zelfsturing. Dus die zijn al ruim een half jaar actief, zelfsturend. En dat is heel mooi om te zien wat ze daar gerealiseerd hebben. Dat is een team wat inmiddels op een nieuwe locatie zit. Die hebben ze zelf uitgezocht. In de teamvergadering is er een mooie rolverdeling. Er is een voorzitter. De taken binnen het team zijn verdeeld. Iedereen krijgt spreektijd en zaken worden goed besproken. Een team wat eigenlijk zijn zaakjes op orde heeft en toe is aan de volgende stap. Op dit moment hebben ze het goed georganiseerd. De stap die ze nu moeten gaan zetten is hoe kunnen we dat nog zo efficiënt mogelijk gaan organiseren. En dat is een mooie uitdaging die ze met hun coach gaan aangaan.